spelers die binnen, bekende spelers die binnen zijn gehaald in de Eredivisie. Ik zie letterlijk bij de Eredivisie zelf. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video en een vlog eigenlijk. Mijn naam is Van der Pas, zoals iedereen weet. Ik ga even voor clubs, spelers die binnen, bekende spelers die binnen zijn gehaald in de Eredivisie. Ik zie letterlijk bij de Eredivisie zelf niet veel. Ik ga in ieder geval bij alle clubs langs bekende grote spelers die clubs hebben gehaald. Ik weet in ieder geval, hier zie ik Peet Bijen, die is naar ADO Den Haag vertrokken, van Twente naar ADO. Dat is de enige speler die nu weg is en die bij ADO ook is vertrokken zijn. Sumer Velile, die was, zat bij Feyenoord, die is gehuurd, was verhuurd bij ADO en is weer terug bij Feyenoord. De aanvaller Niest is nu dit jaar clubloos. Ik vond die speler ongelooflijk goede spits. Zonder dat ADO die heeft laten gaan. Maar misschien als ze die niet kunnen betalen. Dan weet je de reden nooit. Maar die is nu clubloos. Die ik had niet verwacht. Maar die weer terug is bij Ajax. Is Maarten Stekelenburg. Is weer terug bij Ajax. En die zijn twee spelers die eigenlijk zijn vertrokken bij Ajax. Dat is Karim Ziyech is naar Chelsea gegaan. En Ryan Babel is naar Galatasaray gegaan. Die was verhuurd eigenlijk, zo te zien. Zie ik nu hier zo. Dus dat zijn de spelers die bekende eigenlijk grote spelers die eigenlijk daarheen zijn gegaan. Ja, best wel apart. Bij AZ is eigenlijk Stijn Wuitens vertrokken bij AZ. En bekende die zijn gekomen zijn niet echt grote spelers die eigenlijk bij AZ zijn gekomen. Alleen die eigenlijk waren verhuurd zijn weer teruggekomen en verder niet echt veel. Denk van, ja, dat is echt belangrijk nieuws. Of belangrijk. Bij FC Emmen zijn best wel behoorlijk veel spelers vertrokken. Totaal is er 12 spelers zijn vertrokken bij FC Emmen. Dus dan ben ik wel benieuwd hoe ze gaan eindigen. Ik heb op mijn langreis gisteren gemaakt dat Emmen 16e zou worden. En ik denk dat het ook echt gaat gebeuren. FC Groningen hebben best één grote club speler binnengehaald. En dat is Arjan Robben. Ik had het zelf niet verwacht. Laat even weten in een reactie of jullie het al verwacht. Ik had het in ieder geval niet verwacht. En die Groningen ook heb gehaald. Misschien voor Feyenoord fans of Fortuna Sittard fans. Je weet het vast wel. Dat is Wesley Dammers. Is naar Groningen gekomen. En die. En dat was dat. Ja, voor de rest waren dat de spelers die bij Groningen en vertrokken zijn niet belangrijk informatie. Zoals jullie hebben weten is ook Twente hebben een nieuwe trainer en dat is Ron Jans. Ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. En ja, we gaan het zien hoe dat gaat lopen ook. En die nu clubloos is, is Kelvin Verdonk. Die is nu clubloos en die hebben Feyenoord gevoetbald. Dat weten jullie voor Feyenoord fans weten het. Dat had ik nu zien niet aankomen nou. Dat zie ik nu nieuw. Maar die zit op behoorlijke leeftijd natuurlijk. Paul Verhaag. Die heb wel eens bij Vitesse gespeeld, bij Twente nu ook. En die heb bij Twente beëindigd. Utrecht nu aan de beurt. Ga ik zin nu te kijken, is niet echt veel aan.
Patrick Joosten is bij VVV Venlo verhuurd, maar is er terug bij Utrecht. En die ook nu vertrokken is Jeroen Zoet. Die heb een halfjaartje bij Utrecht gespeeld. Niet echt lang eigenlijk. Best wel kort. Die nu nieuw is bij Feyenoord is best behoorlijk veel. En ik ben al één speler over benieuwd hoe die nu gaat lopen. Dat is Brian Linssen van Vitesse. Transfervrij eigenlijk. En Dylan Vente. Waar ben ik daar behoorlijk nieuw naar ben hoe dat gaat lopen voor hem dit nieuwe seizoen voor hem. En Mark Diemers van Fortuna Sittard. Dat is een hele grote, best wel behoorlijke sprong. Van Fortuna Sittard naar Feyenoord. Dus dat zegt wel iets. Wat ik echt wel enorm baal, is dat het zijn twee spelers die vertrokken zijn, denk ik echt wel van baal. Drie trouwens. Dat is Lee. Hij was natuurlijk verhuurd. En Arie van der Heide. En nee, ja, Arie van de Vier eigenlijk. Arie van der Heide is nu clubloos. En Tapia ook clubloos. En Rick Karsdorp. Die was een enorm goed speler van Feyenoord. Ik vond hem dit jaar niet echt zo denderend dat ik had verwacht. Al deed hij het wel zijn best. Hij heeft echt goed gespeeld, vond ik. Maar volgens mij moest hij nog helemaal inkomen. En is het niet goed gelukt om in die rol te komen. Door dit situatie, corona natuurlijk. Heeft hij niet echt goed kunnen pakken. En goed kunnen herstellen. Maar hij is geblesseerd geweest natuurlijk de paar seizoenen. Maar die gaat terug naar Rome. En dan gaan we naar Fortuna Sittard. Verbazing, Elmiel Hansson. Weer terug bij Fortuna Sittard. Van al vanaf 96. Dat ik niet zien aankomen eigenlijk. Dat is de enige speler die... Ja, dan Diemers naar Feyenoord. Ik had het echt niet verwacht. En dan gaan we nu naar Heracles. Daar is niet echt veel bijzonders, vind ik. En dan weer naar PEC. Flemings was gehuurd aan NEC. En ik denk dat zijn carrière eigenlijk best wel verblijven van Flemings. Die heeft wel tijd gehad. PSV. Zoet is natuurlijk weer terug bij PSV. Of hij nou basis krijgt, ben ik wel benieuwd naar. Maar ik ben bang voor niet, omdat hij nou weg is. En zijn twee spelers clubloos, dat is Schwab en Ibrahim Afellay. Waar gaat hij nou dit jaar spelen? Volgens mij is roddel geplaatst dat hij in de Eredivisie blijft. We gaan zien waar hij heen gaat. Ik ben benieuwd. Laat even weten welke club zou jullie bij Afellay passen. Laat weten in de reactie. Dit heb ik niet eigenlijk helemaal niet zien aankomen. Kostas Lamprou. Kom van Vitesse vandaan. Hebben Feyenoord gespeeld natuurlijk. En is van Feyenoord naar Ajax gegaan. En van Ajax naar Vitesse. Maar van Vitesse onverwachts naar RKC Waalwijk. Had ik niet verwacht. Laat even weten of jullie dat wel hadden verwacht. En natuurlijk Dylan Vente naar Feyenoord. Dat had ik natuurlijk al gezegd. Warm is dit jaar clubloos. Dat had ik helemaal niet zien aankomen. Terwijl dat hij wel best wel een goede seizoen had gedraaid bij Feyenoord. Blijkbaar is het niet goed genoeg. Dit waren dan echt belangrijke spelers die de goede transfer hebben gemaakt in de Eredivisie. Ik ben benieuwd. Wat verwacht jij wat er nog meer in de transfers gaat gebeuren in de Eredivisie? Laat mij weten in de reactie. Zie jij Afellay nog in de Eredivisie voorbij komen? Of zie jij nog andere clubs die clubloos zijn?
Ik zie nu opeens bij Vitesse is Tim Matas ook clubloos. Zie jij die nog terugkomen in de Eredivisie of andere spelers nog? Er is geroddeld dat waarschijnlijk Wesley Sneijder naar Utrecht komt. En ook weer niet. Laat even weten in de reactie wat jullie daarvan vinden. Wie zien jullie in de Eredivisie vertrekken? En wie zien jullie in de Eredivisie komen? Laat even weten in de reactie. En dan ga ik hier ook een video bij beëindigen. Wat ik tegen jullie wil zeggen is jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe zo even een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het tof zijn als je hier beneden abonneert. En zeg ik hierbij laters.